De familie Foley, waarom heten zij zo? Nou, die hebben wij zo genoemd. Dat is een wat ouder echtpaar. En die hadden aanvankelijk last van geluidsoverlast bij de buurman. En het is geleidelijk overgegaan in het vermoeden van die mensen dat ze dat die buurman een merkwaardige machine had, waarbij die straling en golven uitzond. Waardoor zij hartkloppingen, hoofdpijn en prikken in de arm krijgt. Ja, we gaan even kijken. Voelt u nu iets bijvoorbeeld? Nu, sinds een paar minuten, voel ik de prikkelingen komen. Heel zachtjes, maar onmiskenbaar. Waar? Nu op mijn blote arm en op mijn gezicht. Anders moet ik... Doet u dat eens? Doet u dat eens kijken? En dan moet ik hem dus aan deze kant dicht houden. En voelt u het dan ook minder worden? Ik voel het acuut dimmen. Als het maar over mijn hoofd zit. En zo zit u dan 's avonds ook televisie te kijken? Ja. En moet dat niet met folie dan, de rest? Nee, het komt van die kant. Dus we hebben eerst die kant gedaan. En dat is redelijk voldoende. Ja, Hugo de Jonge merkt al op, dit zou ook heel goed tegen corona helpen. Ja, ik denk het zeker. Maar waarom... Erbij, hè? Ja, dat moet je wel allebei. Ja, iedereen gewoon in de folie. Dit is echt een groot probleem voor die mensen. Het eerste wat ik dacht was, waarom gaan ze daar niet weg? Nou, dat heb ik ze ook gevraagd. Maar ze hebben overigens in de zomer en in de herfst... ze waren pas weer terug op hun oude huis. Maar ze hebben op een camping gestaan. En dat is echt voor die mensen een enorm probleem. En ze zijn ook naar een andere slaapkamer in hun huis. Ze gaan nog regelmatig bij hun dochter slapen of hun kleindochter. Dus ja, die mensen hebben daar heel veel last van. Ja, en dat neem jij ook heel serieus. Ik neem in principe iedereen serieus. Ja. Maar? Of niet? Ja, geen enkele maar? Nee. Ja, maar ga je ze ook helpen?